Hallo met de ochtendshow. Ja, goeiedag, met Margret Heidema. Yes! Oh, yes. Ik ben al een kwartier aan het bellen, jongens! Dit meen je! Ik ben heel in de stress hier, oh. Ja. Oh, maar wij ook! Oh, wat goed dat je bent! Oh, jeetje! Wat een opluchting! En iedereen, er staan hier nog mensen voor de deur en er zijn hier nog mensen die hun hond hebben uitgelaten, die komen allemaal binnen. Vergeet niet te bellen, vergeet niet te bellen! Ja, maar ik ben aan het bellen! Margaret, wat, weet je, de ene rekening betaal je gewoon liever dan de andere. En dit was er eentje die we ontzettend graag wilden overmaken natuurlijk. Nou ja, super fijn. Maar wat ging er mis dan? Je kwam er niet doorheen. Nou ja, geen idee. Ik kreeg iedere keer, ja, het is druk in de studio. En probeer het later nog een keer. Ja, potverdikkie. Maar voor de aasgieren ook even goed om te weten dat op het moment dat er een aasgierenlijn open gaat, dan gooien we ook de lijnen leeg. Ja. Dus heeft het geen zin om al te hangen. Vuile aasgier dat je er rondhangt. Dan gaat hij weer open. Ja. Oh, maar ben ik blij dat je ons toch een berichtje hebt gestuurd. En ja, daar zitten we natuurlijk bovenop. Dat hebben een vriendin van mij gedaan. Ja, die was hier met de auto heen gekomen. En die zei van, joh, je moet bellen. Maar ik zit hier aan de lijn te bellen. Met twee lijnen zoals. Nou ja, niet met twee lijnen natuurlijk, want anders komt het er mee niet. Margaret, ik ben zo opgelucht. Ik ben zo opgelucht dat we jou aan de telefoon hebben. Oh. We hebben het al stiekem een beetje zitten rekken ook. Want zo zijn we dan ook wel weer. Ik kon er niks aan doen. Nee, mijn man belde mij. Ik had toen nog 14,5 minuten. Ja. Zei hij heel strikt. We hebben elkaar aan de telefoon. Begonnen, Vertel eens waar de rekening voor is. Ik heb natuurlijk al een beetje verteld, maar ik wil het graag even uit jouw mond horen als je wil, Margaret. Nou ja, ik doe paratriathlon. En het zit qua wedstrijden enorm mee. En ik sta zeker enorm in de rij om naar Tokio te gaan. Er zijn alleen wat rekeningen die wat oplopen. Ja. Dus ik heb er eerlijk gezegd 4 ingestuurd. Ja, dit is er eentje van de rolstoel. Ja, ik heb Wieler die is met een wedstrijd, een reis naar Turkije. Mm-hmm. Is hij in het vliegtuig, is hij heel zwaar beschadigd. Oh. En dat is echt super naar. Hij zit altijd wel heel goed ingepakt en heel goed nagekeken en alles. En we hebben hem wel weer proberen uit te deuken, maar we krijgen hem niet meer recht. Ach joh. Dus ja, dat is echt een super nadeel. En waarom is deze rolstoel zo belangrijk? Waarom is deze zo speciaal? Waarom is deze speciaal voor jou? Dit is mijn hardlooponderdeel, zeg maar. Ik doe triathlon, dus ik doe zwemmen op een armkracht. En ik doe fietsen op een handbike. En ik doe wielen, dus dat zijn dus mijn hardloopschoenen. Wat zijn de afstanden? 500, denk ik. Wat zijn de afstanden? Wat zegt u? Wat zijn de afstanden die je doet? Want dit is absurd. We zwemmen nu vooral 750 meter. En dan fietsen we 20 meter. En dan doen we wielen 5 meter. Wow. En dan doen we vooral, dat zijn de afstanden van de Olympische Spelen. Om punten te verzamelen, zeg maar. Wow. Wat is de rekening van de rolstoel? Wat kost die? Nou ja, alles bij elkaar kost je een hoop. Maar wat ik ingestuurd heb is bijna 4000 euro. Volgens mij. Maar daar zitten er nog helemaal niks, geen wielen of wat dan ook bij. Oké, ik zie hier 31. Ik zeg niet uit mijn hoofd, want ik vind het geld dat begint me een beetje tegen te staan. Ik zie 3144,49 euro. Ja, super. Dat is alleen het frame. Ja, dan komen de wielen er nog bij. Maar geloof mij, Margaret. Ik ben er heel erg blij mee. Wij ronden het graag naar boven af, hoor. Ja, hoor. Dat vind ik echt joh. Ik ben onwijs. Ik kan wel janken hier ook. Nou, en ik ook. Ik ben zo blij dat je belt. Margaret, 538 betaalt je rekening. Super, dank u wel.